inderdaad. Allee, ik bedoel, in Bilbao. In Bilbao, in tweede dag waren we niet al terug. Juist. Dus ja, het is een beetje herkenbaar. Het is inderdaad helemaal herkenbaar. Ja. Behalve dan natuurlijk de Jasquibel die voor ons uit beeld is. Juist. Het was natuurlijk vorig jaar een Tour Grand Cru extra. Was dit jaar dan een Grand Cru te court? Een Grand Cru extra. Ik zou deze niet minder... Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, ja. Nee. Ja, vorig jaar natuurlijk, omdat je daar een nieuwe winnaar hebt. Omdat je denkt, na twee overwinningen van Pogacar, ja, we zijn vertrokken voor x aantal jaren. Dat is niet gebleken, dus ja. Voilà, hij is al in beeld, de wereldkampioen, met de witte broek. En dat ga ik gewoon nu al meegeven. Als Remco Evenepoel met de witte broek rijdt, dan wint hij. Dat is zo gebeurd in Lac-Bastogne-Luik. Dat is zo gebeurd op het BK. En nu rijdt hij weer met de witte. Maar wacht eens even. Hij is in de tegenaanval. Hij is er al bij. Hij is in de tegenaanval gegaan, ja. Met Vlasov. Hallo. En met Betjo. Ja, hallo. We wilden u even meegeven, dames en heren, dat de eerste grote ontsnapping van de dag er een was met 5 renners. Daarbij dus, zoals gezegd, de bekendste naam Romain Bardet en een landgenoot, Nathan van Hooijdonk. Van Hooijdonk die de sprong heeft gewaagd naar de 4 vooraan, want met Bardet waren weggereden Franck Bonamour, Julien Bernard en ook Mikel Irteria. En dit is de manier, of het moment, waarop Remco Evenepoel vanuit het peloton achtervolgers hier Bernard al voorbij rijdt. Ja, hier ging hem vorig jaar. Dit is de Airlights. Vorig jaar er al weg van. En nu rijdt hem daar weg uit het peloton, ja. En dat blijft doorlopen, hè. Dat is de reden waarom dat hem hier op de top kan doorrijden. Dat het niet onmiddellijk... het is niet onmiddellijk een superafdaling erachter. Het is bijtrappen. De reactie van Vlasov gezien. Bardet hier achteraan, dat is de man die al vooraan bleef. Met voor hem Nathan van Hooijdonk. En dus ook nog eens Bettiol en Bilbao. Voilà, we zitten onmiddellijk in de koers. Ik had u heel veel kunnen vertellen over wat er allemaal al is gebeurd. Maar als we nu moeten meteen mee met Remco Evenepoel in de afdaling rijden van de Airlights, ja, dan kunnen we bijna al die voorbereidingen weer weggooien. Gooi weg die voorbereiding. Ja, klopt. Ja. Je was hier al vanmorgen om 10 uur op de VRT. Ja, kijk. En maar schrijven, en maar printen, en maar bezig zijn. En Remco Evenepoel komt in beeld en alles verandert. Formidabel. Alweer een prachtige wielerdag in het verschiet. Maar ik ga meteen al een heel klein zijsprongetje maken in de neutralisatie van de officieuze start naar de officiële start. Wie komt er ten val? Remco Evenepoel samen met Binyam Girmay. Evenepoel rijdt hier nog. En het verschil met Girmay is inderdaad de opgave al gemeld van Binyam Girmay. Jammer voor Intermarché. Hij misschien ook nog niet volledig gerecupereerd van een hele zware tour voor Girmay. Dat hebben ze bij de ploeg een aantal keren aangegeven. Het was zoeken, het was leren voor Binyam Girmay. Hij is derde geworden, maar voor het overige was het een hele grote, belangrijke kennismaking met de koers op het allerhoogste niveau voor Girmay. Ja, inderdaad. Ja. Je wint dan natuurlijk vorig jaar op een geweldige manier. Hij wint Gent-Wevelgem. En hij doet dan nog een paar geweldige andere zaken. Wint de mooie etappen in de Ronde van Italië. En nog wat soort zaken. Oela, oi. Blijven staan. Inderdaad, ja. Dus ja, en dan zijn die verwachtingen enorm groot. En dan is er wat pech mee gemoeid. Een valpartij hier. Hele zware valpartij, herinner ik me nog. In de afdaling in de Ronde van Vlaanderen richting Canarieberg. Ja. Bovenkomend van La Hoop daar en zo naar beneden. En dan op die grote betonbaan richting Rondse daar. Hele zware val. En dat heeft toch wel heel veel teweeg gebracht, denk ik. Hij is een tijdje in België moeten blijven door die hersenschudding die hij opliep. En hij wil dan terug naar Eritrea. Dat is ook moeilijk voor zo iemand, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb me laten vertellen van mensen die in zijn buurt in de begeleiding zitten. Ook van Aike Visbeek en andere mensen. Mm-hmm. Die zeggen, ja, het is echt niet makkelijk. Ten eerste, hij kan zomaar niet over en weer komen. Er is echt heel wat papierwerk komt erbij te pas. Met visums en andere zaken allemaal. Dus... Ja, het is voor andere jongeren al moeilijk om bij de profs onmiddellijk een weg te vinden. En vooral om dat status wat hij dan had na Gent-Wevelgem als eerste Afrikaan, zal ik maar zeggen, hier echt op het hoogste niveau bejubeld door alles en iedereen. Overal waar hem komt, een pak volk daar aanwezig uit Eritrea. En dat maakt het allemaal niet makkelijker natuurlijk. Hè, dus, ja. Hij heeft nu ook nog problemen om ingeschreven te geraken voor het WK. Ja, kunnen jullie je voorstellen?
je hebt problemen om je in te schrijven voor de grootste koers van het jaar. Je mag deelnemen, je bent daar een kandidaat misschien. Allee, een klein, één sterretje misschien, om het zo uit te drukken. Ja. En je weet het nog niet of je mag gaan. Nee. En gans het land draag je op handen. Juist. Ja, er komt veel druk op de schouders van een 23-jarige op die manier ook. Dat is natuurlijk. Het hem juist. Voilà, ja. Hier Izagirre met Van Zevenhand. Ze moeten gaan tegenaanvallen, want de voorsprong van de groep Evenepoel loopt op tot een dikke halve minuut. En de domestiek van Zevenhand schuift daar heel goed mee. We weten van vorig jaar dat het vooral Pieter Serie was die de debatten opende en als het ware een rode loper uitrolde voor Evenepoel op die airlights. Dit jaar is het vooral Remy Cavagna geweest die het peloton richting de kopgroep deed rijden. En dit is iets wat we niet graag zien. Is dat een renner van Arkea inderdaad? En is dat gebeurd in de afdaling van de airlights? Dat moet dan zo zijn. Via die klim zijn we in beeld gekomen. Duel mee, denk ik. Oké. Okay. Ah, die jongen die af en toe is meegeweest, is in de aanval in de Tour. Ik dacht erachteraan een 6 gezien te hebben. Ja. Ja, het is nu nog wel een eind vlak natuurlijk. Ze zijn nu richting San Sebastian. De streep aan het rijden, hè? Ja. Ja, richting de streep aan het rijden. Dus dat zal vooraan de samenwerking een klein beetje kunnen stroppen. Vooral omdat er een paar mannen bij zijn die al een tijdje meerijden vooraan. Hè. Die al een tijdje voorop zitten. Een Bardet en Van Hooijdonk zijn die nog. Heb je nog voldoende benen om vol in steun te gaan? Want Evenepoel is met zijn demarrage redelijk ontketend, konden we zien. Maar houdt zich nu toch een beetje schuil. Het is natuurlijk nog te ver om hem nog eens te gaan, denk ik. Wie zit te kijken naar Garcia Cortina? Dat was de renner die daarnet ook met Quinten Hermans in de tegenaanval was. Dat hebben we niet kunnen zien, maar dat gebeurde nog voor de live begon. Quinten Hermans, overigens de eerste aanvaller van de dag op zijn verjaardag. Hij is 28 geworden vandaag. Probeerde al heel snel weg te rijden, maar werd gegrepen. En daarnet dus in de tegenaanval met Garcia Cortina en ook met Lawson Craddock. Maar die mannen zijn ingelopen. Maar konden niet mee eigenlijk met Bardet of konden niet naar het wiel van Bardet en Van Hooijdonk toerijden. Zo is het. En dan zijn vanuit het peloton Evenepoel en consorten zoals Betiol, Bilbao en Bilbao en Vlasov naar voren gereden. Wel vier namen natuurlijk. Hè. Mannen zijn, die gerodeerd zijn, behalve natuurlijk Vlasov, heeft de Tour niet gereden, maar de rest wel. En het was inderdaad Guglielmi die ten val is gekomen en moet opgeven. Bardet natuurlijk de Tour niet uitgereden, want ook een hersenschudding opgelopen bij die val. Ja, klopt. Ja. Lag er op een gegeven moment daar aan de kanthoek. En dan was dat de 14e rit, dus dat is een week, dat is een kleine 2 weken na de Tour. Ja, goed. Ja dat is... Je zou natuurlijk zeggen van oké, 14 dagen Tour gereden, maar als je dan een tijd van je fiets moet blijven, dan is dat toch niet direct de juiste voorbereiding, zullen we maar zeggen. Al zeker niet... En Nathan van Hooijdonk heeft voor de tweede keer in zijn carrière een toeroverwinnaar meegemaakt, of toerzegen meegemaakt in de ploeg. Weer om een hele goede Tour gereden. En dit is duidelijk dat hij daar goed uit die Tour is gekomen. Ja, en die is klaar voor het WK. Hè. Ze gaan er kunnen op rekenen, samen met... Die wagen zou er eigenlijk wel weg mogen. Foxnor. Komt daar niks te doen. Nee, dat is waar. Ja, inderdaad. Ze gaan erop kunnen rekenen. Victor Kampenaerts, Nathan van Hooijdonk. Onbetaalbare werkkrachten straks in Glasgow. Wel, hopelijk hebben we ze niet nodig. Mm-hmm. Dat is altijd het grote verhaal als je een WK gaat rijden. Hè. We hebben dat op het WK in Leuven gezien. Van als je moet beginnen met Tim de Klerk en nog een deel andere gang te snokken, zal ik maar zeggen, of een gang te trekken. Ja. Dat is geen goed signaal. Dan zit je achter de feiten aan te koersen. Is het eigenlijk nodig om nu met zo'n 6 man te proberen weg te rijden? Ja, we rijden. Het is vooral dalende lijn.
De voorsprong blijft schommelen rond die halve minuut. En zoals gezegd rijden we nu naar de streep in San Sebastian. De streep die ondertussen iedereen wel kent, ook vanuit de Tour. Want ook daar was het dat de aankomst plaatsvond van die tweede rit. En we gaan het niet te vaak meer herhalen, maar ja. Victor Lafay. De plaats waar Victor Lafay, of Lafay, ja, net voor Wout van Aert eindigde. Ja, zwijgt ervan. Waar de frustraties ontstonden, allee, tenminste hier toch, op deze stoel toch, waarom niet een klein beetje werken. En als je dan ziet dat je uiteindelijk de Tour wint met 7 minuten en had misschien die ritoverwinning voor Wout van Aert wel gemogen. De eerste dag had moeilijker geweest in Bilbao, daar bovenop die piquet. Daar een beetje tijd verloren en moeten terugkomen, dat was moeilijk. Daar was nog weinig aan te doen. Maar die tweede dag in San Sebastian blijf ik nog altijd bij dat daar. Met een klein beetje hand- en spandiensten vanuit de ploeg er wel wat meer mogelijk had geweest. Maar er blijven vrienden. Van Aert. Ja, je gaat een truitje wegdragen en op die manier blijf je dan vrienden. Voilà. Ik weet niet. We zitten een beetje in een tussenfase nu. Kijken ook of dat peloton echt zin heeft om terug te komen. Maar ondertussen loopt die voorsprong toch wel een heel klein beetje op. En moeten we dan wel vaststellen inderdaad dat er kwaliteit zit vooraan, uiteraard. Ja, plus een deel ploegen die daar met renners, met goede renners, met de absolute kopmannen. Mm-hmm. Als je dat spreekt over een Bilbao, ja. Die ploeg had ongelooflijk moraal hebben om voor hem te werken natuurlijk. Een hele goede Tour gereden, maar dan een hele goede Tour. Ja, de mannen die er niet bij zijn, is een Ayuso en anderen. Daarvan zou je denken, die ploeg moet toch nog iets gaan doen. UAE, niet ja. Echt een samenstelling van die achtervolgende groep. Die zijn ook niet mis. Niet zoveel, zoveel meer. Nee. Dat is misschien een 40 man ongeveer, als ze dat al zijn. Ja. En kunnen die zich organiseren, zijn nu pas beneden. Echt, echt beneden op die vlakkere strook waar ze zich zouden kunnen organiseren. Maar dan is daar onmiddellijk een Van Zevenhand en anderen. Dus Van Zevenhand in goede doen, blijkbaar. Bilbao is zesde geworden in de Tour, dus dat is inderdaad, dat is een goede Tour gereden. Hè, voor, Ja, een goede Tour gereden. Dan een Vlasov die zich aan het klaarmaken is voor de Vuelta. Ja. Dus BTO van hetzelfde verhaal. Dus ja, Remco, ja. Zoals je er net al zei, witte broek aan. Dan zou de tegenstander het moeten weten. Ja, ja, je wil niet weten wat broek dat ik aan heb. Maar het is geen witte. Dus ga je niet winnen. Nee, Remco is daar, hè, dus ik kan niet winnen. Hè. Het was ook een vraag die door Bart Aerts vanmiddag bij de start gesteld werd aan Juan Ayuso. Wat doe je er tegen? Wat begin je tegen Remco Evenepoel? En ook hij zei toen van, ja, dit is een koers die zo op het lijf van Remco Evenepoel is geschreven. Ja, dan gaan we anticiperen, het modewoord. Maar waar is Juan Ayuso nu? Het anticiperen is voorbij, pijnt ik. De A van Ayuso heeft de A van anticiperen gemist. Ja. Want het moment waarop Remco demareert, zit hij in positie 4-5 in het peloton. Ja, ze hadden het gezien, hè? Dat moet er mee zijn, hè? Ja. Daarboven. Men weet dat dat een van de mogelijkheden is, van de momenten is, waar Evenepoel iets kan doen of iets zal doen. Ja, dan dat weet je zo. Er was een klein moment van paniek bij die val en de mededeling dat de pols zou zijn geraakt. We hebben daarover geen berichten meer gekregen. Maar iedereen ziet dat Remco weer op de fiets zit en tamelijk snel is vertrokken. Hij zal misschien wel iets voelen en straks daar wel wat over vertellen, mocht dat nodig zijn. Maar het zou kunnen een voetnoot zijn
in het verslag van deze editie van de Classica San Sebastian. Het valt stil hier. Ja. En Van Zevenhand zit daar inderdaad super te rijden. Ja, ja, derde, zit vierde daar plaats. Controlerend. Perfect. Van links naar rechts op het wiel. En zit daar nog volk van UAE? Want, ik zie daar inderdaad weinig volk weinig, zitten. Ja. Er zitten daar nog wel wat jongens, allemaal verspreid ook van Intermarché. Benoot ook. Benoot, ja, links maar achteraan. Voor wie moeten die het gaan doen? He? Benoot, ja. Ik denk dat hem daar nog alleen zit. En hij als gele man? Nee, ja. Met Van Ooydonk vooraan? Ja, nou ja. Ik denk niet dat hij op Van Ooydonk moet rekenen straks. He. Nee. Allee, ja, dat zou wel straf zijn mocht hem dat nog overleven. Maar om dan zelf te gaan rijden is natuurlijk een ander verhaal. He. Voilà, Evenepoel Bilbao. We gaan het rijtje eens af. Hier is Vlasov. Dit is Betiol, Van Ooydonk en Bardet. Van Ooydonk en Bardet die ze laten meedrijven omdat dat de mannen waren uit de vroege vlucht van de dag. Die dus al een jasje hebben uitgedaan. En nu met die vier grote motoren zich laten meedrijven. Hij schrikt ook niet, Remco, om te werken in deze aanval. Nee, helemaal niet. Als hem goed is, als ja. hem goed is, ligt het er vingeren dik op. Zoals op BK. Hè? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dan, als hem goed is, ja, dan is er van comediespelen niet veel aan de orde. Zo. Het moet plezant koersen zijn op die manier. Hè? En weer prima na een hoogtestage. Ja, ja, het is blijkbaar zijn handelsmerk aan het worden. De geëikte formule. Hè? Ja. Dus, ze hebben dat uitgetest, ze hebben eraan gewerkt. Ze weten, ze kennen zijn lichaam, hij kent zijn lichaam. Zijn begeleiding, zijn omgeving kent zijn lichaam. Dus ja, dat is het. Hè. Het is minder goed weer dan in de Tour. Want het was warm in San Sebastian, herinner ik mij. Ik niet. Was het hier niet warm? 50 seconden, ja, dan moeten we nu ons stilaan gaan beginnen afvragen. Dat, ik ben me dat al een tijdje aan het afvragen. Een van die zes gaat winnen? Het is toch weer niet waar, zeker? Allee, het mag wel waar zijn, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Why not? Absoluut. Ja, maar dat komt nog moois aan. Hè. We krijgen nog koers tussen die mannen. Maar het zou me toch niet verwonderen mocht hij weer een solootje uit zijn benen persen. Die zou straf zijn. Helling, als we die van Corbeil even bekijken. We gaan er straks in detail wel over kunnen spreken. Maar het is misschien het moment. De Mendy Zorots, 4,1 kilometer, 7,3%. En er is een tussenstuk ja. tussen 14% en 19% ja. in het midden van die klim. Dat is het ideale moment om weg te rijden. Hè? Ja, of met zijn tweeën weg te rijden. Hij kent ondertussen de volgende ook al, om die mee ja. te nemen naar de Murgil Tontorra daar, naar die laatste. Je zou denken, wow, ik zal er nog eentje meenemen. Hey, dan heb ik nog wat steun. Maar ik weet niet wat Remco denkt. Ik denk dat hij vaak anders denkt dan wij denken. En dat hij gewoon bij zichzelf denkt, van ik heb goede benen. Ja. En wie gaat er mij komen terughalen? Er zijn er drie die meegekomen. Konden bij zijn demarage. Ja, ja, ja. Drie, hè? Ja, dat is Vlasov, Bilbao, ja. Betiol. Maar goed, dan stopt het. Hè? Dan stopt het volledig, ja. Ja. En het is niet zo dat je daar een onbekend iemand hebt. Hè. Hij rijdt wel met de wereld eraan. Hè. Ja. Ja, is nog veel meer herkenbaar dan vorig jaar. Ja, wat denk je? Tuurlijk. Nog veel meer, hè? Bij verrassing kun je niet gaan spreken, hè. Zijn dat Gal en O'Connor daar? Van AG Deuxer. Ja, maar we hebben nog geen van die mannen gezien, hè? Nee. Garcia Cortina, die hier op kop zit te rijden. Ja, hier zitten hier de mannen van... George Bennett, hè? Ja. En Ayuso. En Ayuso. Maar dat is achteraan, hè, jongens. Ja. Dan zou je al zeggen, gaat Bennett mee vooraan zitten? Mm-hmm. Maar dat gebeurt ook niet. Nee. Jason Osborne, de man van... Alpecin de Koning. Ja. Ja, er wordt gesproken. Maar is dat voldoende? Man hier achteraan, een goede tour gereden ook. Chris Harper. Hele goede tour gereden. En het is, ja, wat je ook vaak zegt, het...
gat moet wel dichtgereden worden. Hè? En op welke manier gebeurt dat dan? Want... Wie heeft er nog knechten? Hè? We zien daar de mannen van Movistar, maar inderdaad met Garcia Cortina. Maar die heeft al redelijk veel gegeven. Die is al eens gaan aanvallen. Een tussenaanval? Ja, voor de Jaskibel. Dit is ook niet direct zijn parcours. Heeft het geluk gehad van op die vorige beklimming net mee boven te komen. Net mee voor weg te zijn door het feit dat hij met voorsprong aan die klim begonnen was. Dit is dat klimmetje dat ze in de Tour opgereden hebben, waar nog een ultieme aanval kwam. Was het van Bittio? Dat ben ik vergeten. Nee, maar ik... Ja. Begrijp? Ja. Waar ooit Philippe Gilbert is weggereden in 2011. Toen ze ook nog de streep moesten passeren. In vergelijking met wat er komt, lijkt dit twee keer niks. Maar... Nee, stelt niks voor. Maar je pakt het wel iedere keer mee. Hè? Ja. Kijk naar Van Zevenhout. Het breekt dan en is mee. Hier zit Benoot. Hier zit Lutsenko. Hier zit Rodriguez, nummer 5 van de Tour. Ja, Harper de Nieuw op links daar en gaat kijk, opschuiven en een gaatje. Ja. En gaat deze man nu achter Vlasov aan? Ja, en Paulus, hè? Ja, nee. Maar ja, Vlasov is deze van Kern, hè? Kern, ja. Ja. En onmiddellijk Paulus op het wiel. Paulus op het wiel, die gaat niet rijden natuurlijk. En Gal erachter. Ja. En Sweeney van Lotto. En dan houdt het op, hè? En dan Healy? Healy zit daar ben ook, ja. Healy, met de rug een klein beetje omhoog. Die moet nog komen, hè? Zou het toch een schaduwfavoriet zijn vandaag, Ben Healy? Ze hebben Bettiol vooraan. Maar ze hebben Bettiol vooraan. Kijk. Het zijn allemaal afstoppers. En het gaat naar de minuut. Het gaat naar de minuut. 2 kilometer voor de streep. Het is toch fenomenaal, hè, dat hij gewoon blijft rijden. Hij blijft rijden. Hij blijft rijden. En sinds de uitzending begon, rijden Van Hooijdonk op 5 ja. En Bardet op 6. Ja. Die hoeven niet meer mee te rijden, maar... Ik heb na het WK van vorig jaar in Australië iemand gesproken die Lutsenko goed kende. En Lutsenko had de mannen aan die man verteld van... Dat je weet gewoon niet wat er gebeurt. Als je met Remco wegrijdt. Ja, je zit op het vlakke in het wiel. Hmm? En die rijdt gewoon 50, 55 per uur. En je denkt, maar dat kan toch niet? Mm-hmm. En hij vraagt die voorover te nemen. En hij zegt, ja, Lutsenko dacht bij zichzelf, ja, wat moet ik doen? Ik ben toch Lutsenko. Ik moet toch een paar keer overnemen. En hij zegt, elke keer dat ik overnam, wist ik... Nu gaat er mij nog vlogger afrijden. Hij zegt, maar ik kon toch niet in zijn wiel gaan kruipen. En we kwamen aan de beklimming en gewoon... Baf, uit het wiel. Hij zegt, ik had beter blijven zitten. Dan was ik tweede geworden. Dan had ik net kunnen voorblijven nog. Nu werd ik op tijd nog ingelopen. Nu heeft hij zichzelf eigenlijk de das omgedaan met over te nemen. Ja, door de... Door het sportief to be proud. Ja. Er zit Mollema hier nog tussen, want bij Little Track en San Sebastian en Mollema, dat is een verhaal. Ja, dat gebeurt toch in weinig koersen? Dat. Dat je in de laatste 10 edities altijd in de top 10 bent geweest, ja. Bauke Mollema. Ja. Maar en een keer gewoon. Het begint ook ouder te worden. Hè. Er komt een dag dat alles onderbroken wordt. Hè. De streep, de vaste camera en het zestal. En kijk hoe beleefd hij is. Hij laat ze alle twee op 5 en 6 rijden, Remco. En schuift gewoon als vierde in. Snapt inderdaad dat die twee al hun aanval hebben opgezet. De tegenaanval kwam van Evenepoel, Bettiol, Vlasov en Bilbao. En zo gaan we de laatste 48 kilometer in. Met nog 2 hellingen voor de boeg en een dikke minuten voorsprong. Je hebt het gevoel, zonder dat ze eigenlijk aan het rijden zijn om weg te blijven, zijn ze gewoon beter dan het peloton. Ja, maar ja, 4 goede renners hier. 4 vers. Ja, we gaan die 2 anderen ook noemen natuurlijk. Okay. 6 goede renners vooraan. Oké, fantastisch. En dan kijk straks naar de ploegen die daar op kop zitten rijden. Het zijn de knechten. Of de helpers van, ja, nu deze mannen van Little Trek, ja. Als je dit nu ziet, José, maar te laat, is het verloren, hè? Te laat. Ze komen te laat, hè? Je moet veel vroeger komen, hè? En veel meer, en dat is altijd de fout die men vaak, vind ik, de laatste tijd doet. Dat is veel meer organiseren. Je moet niet beginnen rijden. Hè. Je moet eerst rondrijden in het peloton. Je moet eerst gaan winkelen. Uh-huh.
vrienden zoeken. Ja. Ze zeggen, kijken, hoe zitten jullie met twee? Ja, gaat er ene zich opofferen? Kijk, zit er met drie man van AG de Zer? Je gaat nog iemand bijzetten. Mm-hmm. Ja, je gaat iemand bijzetten. Zit er drie van UAE's in? Er zit nog iemand bij ook. Jullie gaan toch iemand geven. Ja. En dan ben je met vier, vijf ploegen. En dan ben je met vijf man aan het rijden. En dan rijd je geen minuut weg. En dan mogen de Magnus nog van Zevenhand, want die gaat er dan niet tussen rijden. Die gaat dan zesde zitten. Mm-hmm. En nog iemand, Paulus, gaat dan zevende zitten. Maar dan draai je er vijf, zes rond. Maar ja, het is altijd hetzelfde. Ik probeer eerst het borst van mijn tegenstrever leeg te eten. Ik wacht en ik kijk. En ja, nu, Bernard, die gaat nu op kop rijden. En Dave al een gast erop gezeten. Ja. Ja, dat is niet het systeem. Nee. Bernard op kop van het peloton achtervolgers. Die was mee met de groep van Hooijdonk-Bardet. En het is 1 en 12. En het kan toch nu niet meer in dit peloton dat ze verrast zijn door die aanval van Evenepoel? Kan iemand zich daar nog door laten verrassen? Ik denk het niet. Maar hij is weg en ze gaan Nee. Kijk, wat je wel kan zeggen vanavond, ik heb het niet gezien. En wat is dan de uitleg ervan? Op de top van een helling? Nee, wat is dan de uitleg ervan? Ik zat te ver, ik kon niet mee. Okay. Dus ik had hem ook niet kunnen volgen. Goed. Maar al diegenen die daar binnen de 20, 30 eesten zitten... Hebben het gezien. Die hebben het gezien. Je weet het. Hij rijdt naar drie die meekomen. Tuurlijk. Je ziet Cavagna op kop rijden. Uh-huh. Ja, hebben wij niet gezien. Maar je ziet Cavagna op kop rijden. Hier is Mollema. Ja. Ja. Die het hele verhaal probeert dichterbij te brengen. Hè? Want die mannen waren op een gegeven moment vijf minuten voorop. Ja. Oké, dat is te gevaarlijk, we brengen die terug. Dus de ploeg neemt initiatief. Ja, dan weet je dat hem goed is. Hè. Ja. Maar we moeten ons niet drukker maken, hè? Dat is goed. Hè? Ik maak er mij niet druk in, ik ben aan het genieten. Onvoorstelbaar. Ik bedoel maar. Hè. Hoe simpel hij het ook laat lijken. Ja, maar dat is juist het moeilijke. Hè? Ja. Als je kunstenaar bezig ziet met iets, dan lijkt dat ook allemaal niet moeilijk. Ja. Oké, goed. Dan, Als je een goede voetballer bezig ziet, lijkt het ook niet moeilijk. En met een tennisser hetzelfde. Dus Remco op een fiets is kunst? Ja, absoluut. Voilà. Ja. Normaal gezien is dit de weg naar de finale. Mm-hmm. Helemaal gezachter, 3 kilometer verder, rechtsaf, een beetje verder linksaf en dan draai je de Tontorra op. Nu niet. Ze gaan naar het westelijke deel nu van San Sebastian om die nieuwe helling op te zoeken. Nu, dus zoals gezegd, nieuw is het niet meer. De helling zat er ook al in 2019. De editie die Remco won, zijn eerste grote overwinning in zijn carrière, zoals hij het zelf ook zegt. Toen ook San Sebastian gewonnen met een solo. Net als vorig jaar. Ploegleider te ver naar achteren? Of? Goh ja, vooraan zal hem in ieder geval niet zitten. Nee. Sweeney. Als je nog eens een feestje wilt geven. Mm-hmm. Mooi kasteeltje. Mm-hmm. De Miramar Palace. Wat probleem hier vooraan? Paulus of Betjol? Betjol. Nou, de volgwagens zijn daar. Hè. Nu toch? Oei. Wat gebeurt er? Rijdt die volgwagen naartoe? Dit is... Was toch de volgwagen van Marijn die daar voorbij rijdt? Ja, dit is voor Bilbao. Maar dat lijkt me niet de bedoeling te zijn. Naar voren rijden en stoppen. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. We zien nog wel eens iets nieuws de laatste tijd in de koers. En dat ging redelijk snel, vond ik. En daarmee dat ook Evenepoel misbaar maakte. Want je verwacht dat niet, hè? Kijk. Wat gebeurt er hier? Ja, gewoon. Oké. Inschuiven. Ah ja, Betjol is weg, hè. Dus ze zijn nog met vijf. En gaat Betjol nog terugkeren? Ja, daar zien we niets van, hè. Nee.
Vlasov dus, fris, niet uit de Tour gekomen, zou misschien de man moeten kunnen zijn die Remco het langst kan volgen. Oh, Estre. En Estre. Een gelletje. We gaan er hier redelijk rap aan beginnen. Kilometer of drie nog. 3,5, 4 en we zijn aan de voet. Wat krijgen we dan? Ja, dat peloton, wat er nog van overblijft, gaat uit elkaar vallen. Hè? Het was daarnet al. Toen het een beetje sneller ging. Dit was de afstand waarop Remco Evenepoel vorig jaar demareerde. Dik 43 kilometer van de streep. Maar we krijgen dus een andere koers. We krijgen een andere beklimming in vergelijking met vorig jaar. Maar we krijgen vooral dezelfde renner in de aanval. Omringd nog door 5 renners, waarvan er 2 al toch al een paar pijlen hebben. Ja, die hebben, al een eind achter de rug. Die hebben al heel veel werk opgeknapt. Vandaar dus dat Van Hooijdonk en Bardet op de laatste 2 plaatsen eindigen. En nu? In aanloop naar de Mendizorrotz. En de gekke Baskische supporters, die staan daar niet. Nee, die staan meer boven staan, denk ik. Maar hoe spectaculairder, ja, hoe minder plaats, hoe meer volk. Graag, liefst. Je gaat er toch niet alleen staan, hè? Nee. Als Bask. Dat is waar. Dat doe je niet, hè? Nee. Je wil liefst ook met zoveel mogelijk vlaggen. Ja, je wil vechten voor je plaats. Ja. Er moet gevochten worden. Maar als er een streek is waar wielrennen leeft in Spanje, absoluut waar. Dan is het daar. Hè? Maar er was minder volk dan in Kopenhagen en Denemarken vorig jaar in de Tour. Dat verschil was er wel, vonden wij, in de Tour. Er was veel publiek, maar zoals het in Denemarken en Kopenhagen was, als je die foto ook ziet met een Vingegaard. Ja. Dan zijn ze toch in Kopenhagen ook wielergekken. We zullen de Tour eens organiseren in België, wacht. Ja. Remco, eerst de Tour is een goede podiumplaats rijden. En dan een paar jaar later een start geven. Zo. Hè? Of moet ik nu direct zeggen winnen? Nee. Hè? Rustig. Ja, hè, vind ik ook. Rustig. We gaan eerst nog eens kijken. Hij moet nog naar de Vuelta ook. Hè? Je hebt het gevoel dat dit iets sneller gaat. Ja, het is nog altijd hetzelfde. Het verschil blijft gelijk. Maar dit gaat niet lang meer duren. Zo. We gaan Garcia Cortina, die gaat hier binnen de kortste keren weg zijn. Want vanaf dat begint te stijgen, gaat hij toch de handdoek in de ring moeten gooien. Hè. Het is Elizonde die erachter zit. En zo'n Gal, die mag dan toch eens zijn conditie van de Tour nu eens toch tonen? Ja, voor O'Connor. Hè, ja. Ja? Dus voor wie gaan ze het spel spelen? En dan wordt er afgestopt door onder andere Van Zevenhand. En is die andere Nox? Kan het? Daar lijkt het op. Dan zitten die mannen daar perfect te werken. En Benoot daar dan nog eens achter. Dus dan valt het stil naar plaats 5-6. Hè. Ook dat zijn dingen waar je rekening moet. Healy ook die afstopt. En Paulus. Nog 4 kilometer, of dat is de klim zelf nu al? Ja, ze zijn er al bezig. 4 kilometer tot de top. Dan wil je zicht mogen krijgen van ervoor of er verschillen zijn, of er al een breukje is ondertussen. Of gaan ze er samen naar boven? Het middenstuk lijkt dus toch onmogelijk. Gezegd, ja, het middenstuk, zoals gezegd, 14-19%. En de Basken, ze kennen hem. Hè. Ja. Het is natuurlijk niet moeilijk met de witte trui aan.
En de witte broek. Nathan. Zijn eigen tempo zoekend hier op die klim. Bardet ook. Bilbao ook. Hij vraagt nog niet te veel voorover te nemen, toch? Dit is weer geen demarrage. Dit is zijn tempo. Nee, gewoon tempo, ja. En dat ligt te hoog voor Nathan op dit moment. En ook te hoog voor Bardet. En een zwoegende Betiol. Als je het verschil in aangezicht ziet. Met vier. De mannen van de ontsnapping moeten lossen. Op het steile stuk. Uit het boekje. Uit het boekje. Maar hij rijdt gewoon op kop. Die andere twee uit het wiel. Oké, ze hebben dan... Ja, die twee hebben wel de inspanningen geleverd. Meer dan verzachte omstandigheden. Volledig akkoord. Tuurlijk, ja. Nathan ook. Ik denk dat Nathan, die weegt 15 kilo meer dan Evenepoel. Ik vind het al straf dat hij daar zit. En zittend op het zadel. Hier is... Gal. Ja. Dus als hij echt demareert, staat hij recht op de pedalen. Hè? Ah ja, dan moeten we daar naar kijken. Ja, dat was ook zo uit het peloton daarnet. Hè? Eventjes op de trapper staan en nu blijft hij gewoon zitten. Benoot komt. Benoot komt. Ja, vorig jaar derde. En dat is nog eens van kop af met afstoppingswerk van een ploegmaat. Ja, maar ik weet niet of het Nox nee. is. Is het Bagiolini zijn? Ik weet niet. De man die gewonnen heeft in de Ronde van Wallonië. En Benoot weer op weg naar een ereplaats. Op die manier. Daar gaan ze ook veel aan hebben. In Glasgow. Ja. Ik zal vooral kijken. Hij staat recht op de trappers, José. Ja. Bilbao gaat overboord, stilaan. Dat is een taaie, hè. Dat is een taaie. Die komt uit de Tour. Die kan twee keer sterven. En misschien één keer terugkomen. Het mag koers blijven nog even. Betiol. Zo wat beeld van de redoute, hè. Ja. Hoe lang staat hij nu al op de trappers? Betiol overboord. Bilbao komt er. Oké. Ja, we zijn nu op dat steile strookpas. Ja. En daar straks hier nog eens nog een versnellingsje bijplaatsen, nog een tandje bijschakelen. Ja. Alhoewel, nu met een solo beginnen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen moet passen op dit moment. Het is natuurlijk ook een parcours. Dit is al niet echt voor een Ronde van Vlaanderen winnaar. Dit is klimwerk. Hè. Dit is echt klimwerk. Ben Healy had hier moeten zitten. Ja, dat is makkelijk. En toen waren ze nog met drie. Ik denk dat het eigenlijk dat het beter zou zijn om met drie boven te komen. Hij gaat straks, hij zal hier, nu moet hij toch al gevoeld hebben van, oh, straks, om die Tontorra. Ik kan nog sneller. Ja, ik kan nog sneller. Jullie mogen met mij mee, graag. Voldoende steun. En Benoot klampt zich vast in dat wiel van Gal. En gaat op die manier straks Nathan van Hooijdonk tegenkomen. Romain Bardet, Koen Rodriguez hier achteraan. Nummer 4, Ayuso, opnieuw. Vorig jaar ook niet uitgereden, deze San Sebastian. Dit is het nieuwe grote Spaanse talent. Dit is iemand die met zijn beiden, gaat tegenkomen in de Vuelta. Met zijn beiden, hè. En de man daar vooraan is inderdaad Bagioli. Ja. Aulis. Oh, jongens. Maar kijk naar dat gezicht. Die andere twee nog verscholen achter een zonnebril. En die Basken worden inderdaad gek, hè. Maar hij heeft zoek gek gemaakt, hè. Is weg. Hij is bezig. Ik koers in Spanje en ik doe dat graag. En ik doe dit en ik doe dat. Hoe harder ze roepen, hoe harder hij rijdt. Hè?
Stijl stuk hier. Een beetje de bocht van de muur van Hoei. Kleintje. Meter kijken. Maar die twee blijven er goed bij. Dat is goed. Dat is goed. Je hoeft niet altijd van die marathon-ontsnappingen te doen. Hè. Deze manier is perfect. Hè. Laat die man nu nog een kilometer in het wiel zetten. Even zoals Bart. De wangen bolblazen. Ja, even bolblazen. Ja, en dan mee overnemen. En daar dan komt Benoot. Ah, die is er afgereden door Gal. Ja. Gal hier voorbij Bardet. Ja, toch aan een goede periode bezig, ja. Ook, Felix Gal. Absoluut. Supergoede Tour gereden. Winnaar van de 17e rit in de Tour, achtste geworden. Ook Zwitserland al heel goed. Ja. Heel goed, heel daar goed. Eigenlijk ja. Volledig tot op bot. Ja, absoluut. Chapeau. Felix Gal. We gaan zo volgend jaar samen met O'Connor binnen die ploeg wel een mooie tandem aan hebben. Bardet, die misschien nu al spijt heeft van zijn... ontsnappingspoging, alhoewel natuurlijk na 14 dagen Tour en na hersenschudding en eruit geweest te zijn. Beetje op zoek naar zichzelf. Maar op die manier, ja, dat is waar. Maar... en ze vliegen hem voorbij. Is dat Landa die daar... of... eens kijken. Tegenaanval van Landa. Weet niet. Dat zou ergens logisch zijn. Nog altijd een dikke kilometer richting de top. Dit zijn Rodriguez. En Paulus. Samen met George Bennett. En hier een ander trio voorop. Ja, en Bilbao die onmiddellijk meerijdt natuurlijk. Ja, in zijn Baskenland. Tuurlijk. Het is misschien niet slecht om zo iemand mee te hebben. Tuurlijk, tuurlijk. En Vlasov ook, ja. Die is kopman binnen die ploeg. Ja. Dus je moet nooit niet denken van, ja, gaan ze daar vanaf stoppen? Hebben ze daar vertrouwen in? Ze moeten daar vertrouwen in hebben, want ze hebben niemand beter. Dus, drie nummers één ook. Ah nee, het is zeven. Ik dacht dat Vlasov kopman was. Maar goed. Die hier hebben ze aan Bob Jungels gegeven. Ja, juist. Die was hier ooit eens winnaar, zeker. Hè? Heeft Jungels hier eens niet gewonnen? Of, nee. Nee. Podium. Dat ben ik niet helemaal mis. Nee. Het is inderdaad Landa met de guidon van onder. Er is maar één man die dat doet. Die is daar wel weer, die komt van ver, hè? Mm-hmm. Want Gal was redelijk goed weg. En die komt er gewoon naartoe gereden. Hè? Op een van die steile stroken. Ja. Nathan van Hooijdonk kan zijn wagonnetje nog aanhangen. Hè? Tuurlijk. Waarom niet? Hier Rodriguez, Bennett. En daar gaat Paulus. Lange tijd bolletjestrui gedragen in de Tour. Maar dat is allemaal achteraan. Broek, hè? Dat inderdaad al weg is. Daarvoor zit er nog. Ja. Nummer 5 van de Tour. Ritwinnaar. Daar Bardet, Parkeggio. Ja, inderdaad. Helemaal tot los nu. Romain Bardet. Benoot die daar op kop zit te rijden. Dit is nog een man of 10. 13. Ja, Vlasov nu ook mee op kop. Ja, ze zijn vertrokken. Hè. Het podium lijkt vast te liggen. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Het is nog een plateautje tot de top. En die mannen gaan daar ook tevreden mee zijn, denk ik, om te kunnen vechten voor de eerste plaats. Ja, wat moeten ze doen? Zich terug laten inlopen en wachten op de rest en opnieuw beginnen. Nee, hè. Ze zitten hier nu in die situatie. En als Remco de betere blijkt te zijn, ja, dan is dat maar zo. Moet je dat bij neerleggen. Tuurlijk, ja. Voilà, de kennismaking met de Mendizorrots achter de rug. We krijgen een afdaling nu. En dan gaan we naar die hele lastige, steile
Murgil Tontora. 2 kilometer, maar wel voor meer dan 10% gemiddeld. De top dan op 8 kilometer van de streep. Ja, met stroken ook daar weer 14 en 19%. Met nog een uitlopertje helemaal naar de top, naar 14%. Ideaal dus, om weg te rijden, hè. Ja, dat is gebleken al, hè. Kent dat, hè. Dat is al gebleken. Landa en Gal. Zo, we spreken hier over namen, hè. Ja. Dit zijn niet zomaar... soms heb je eens in een koers er iemand tussen zitten dat je denkt, ja, Chandy, ja, goede renner. Maar nu hier, zit hier op zijn plaats. Maar na dit parcours zit je automatisch op je plaats. Hè. Boven op bijna 1,5 minuut. Ze doen er telkens iets bij, zonder dat het de indruk geeft van... Ze rijden iedereen in de verdrukking, maar het is gewoon... Ja, het is gewoon tempo rijden. Hun tempo ligt iets hoger, ja. Een beetje hoger dan de rest. De rest moet bovenkomen en iets meer naar adem happen. En ja, dat is het verhaal, hè. Ja. En Thijs Benoot doet nog mee voor een ereplaats, hè. Dat is... Ja, maar is hij nu Van Hooijdonk? Van Hooijdonk, denk ik. Die nu nog gaat werken? Kijk, ja. Dat is fantastisch, hè. Ja, ja, mooi. Dat is fantastisch, hè. Van Hooijdonk, die goed genoeg is om te volgen, ze. Maar het zijn die stijle, superstijle, stijle stroken waar je gewoon... Want je ziet, die is niet kapot, hè. Die is niet echt leeg gereden. Het is gewoon het parcours dat... Zoals Remco ook zei in het interview vooraf, een mooi jaar geweest in die regenboogtrui, want ja... Laat ons niet vergeten, dit is zijn laatste dag dit seizoen. Dit wielersseizoen. Ja, het is een... Het is geen grote wereldtrui. In de wereldbeker. Het is een smal, in die zin. Ja. Het is er maar één van... 10 maanden. Ja, van 10 maanden, hè. Ja. Ja, inderdaad. Het is wel een grote wereldtrui, de grote wereldkampioen. Maar ja, de periode is iets korter. Dat is juist. Maar 8 keer gewonnen, daar wilde ik naartoe. Prachtig gedaan. Er zijn wereldkampioenen geweest die het met veel minder moesten doen, natuurlijk. Absoluut, absoluut. En wij onthouden uiteraard Luik Bastenaken-Luik met de witte broek. Het BK met de witte broek. Maar er was ook Zwitserland, natuurlijk. En de Giro, die helaas op een spijtige manier is afgelopen, maar wel met 2 ritzegers in de tijdritten. Dus Remco Evenepoel heeft absoluut zijn stempel gedrukt op dit seizoen als wereldkampioen. Toont dat nu ook weer. Als hij mee rijdt in een koers, is hij toch ook een beetje... Ik zal niet zeggen à la Bernardino, maar dit is toch iemand die toont van... Ik ben hier toch wel een soort van leider. Zelfvertrouwen, ja. Hino was ja... Aan Nino's en er gaan er nog niet veel aankomen. Nee, dat begrijp. Aan de manier waarop. Ja. Dus ik bedoel, een staking leiden, daar moet je nu niet fier op zijn om een staking te leiden. Maar het is wat anders. Dat is anders, ja. Maar qua manier van koersen, jawel. Als hem goed is, toch de baas in, de koers. Hè? Koerst hem. Als hem goed is, koerst hem. Ik vond dat op het BK ook. Ik ben wereldkampioen, maar ik kom hier naar het BK. Oké, eerste 2 uur misschien niet zich goed gevoeld, maar als hij erdoor komt... Dan toont hij zich toch als baas van het... Oké, het is een ander peloton op een BK, maar... Ja, maar je moet eens proberen wegrijden. Formidabel. Op een vlak parcours moet je eens proberen wegrijden als iedereen je probeert te volgen. Ja. Dat is juist het straffe van heel de zaak. Hè. Want zo stonden de meesten aan de start, denk ik. Ah ja, je rijdt niet bij de nieuwelingen, hè, waar niemand kent, waar iedereen niemand kent, om het zo te drukken. Hè. Maar hier, ja, je weet Remco, je weet als die gaat, hou je vast aan de takken van de bomen. En hij rijdt weg. Vraag dan maar aan Alex Zegaard. Die gaat u er alles over vertellen. Ook geweldig. Tuurlijk. Zeker voor zo'n jonge gast. Bilbao heeft 2 keer gewonnen dit seizoen. En Vlasov nog niet. Nou ja. Het is slim ook, denk ik, om hier voorop te rijden in de afdeling, de lijnen zelf te kiezen. Absoluut. Jazeker.
kan dat maar beter zelf doen. Ja. Ligt droog, dat is nog een geluk natuurlijk. Mm-hmm. Maar je weet maar nooit dat je aan een bocht komt waar je ergens vol in de remmen moet. Als je dan in tweede positie zit en je daalt iets te dicht in het wiel, zoals Vlasov redelijk doet. Bilbao had altijd een klein beetje meer ruimte. Ja. Het zou me niet verbazen mocht Bilbao degene zijn die het langste bij blijft. Hè. Ondanks de staat van frisheid van Vlasov? Ja, dan een taaie. Okay. Die 1.48, dat is de groep Benoot. Dus die zitten niet zo ver achter Gal en Landa. Maar Landa gaat toch niet blijven jagen op zijn ploegmaat Bilbao? Hoor. Nee. Die gaat... Alhoewel, ja, met Landa weet je natuurlijk nooit. Nee, ik denk het niet. Hè. Ja, en die zal ook waarschijnlijk het team verlaten, zeker. Hè. Ja. Die wordt toch... Gesignaleerd. Bij het team van Remco Evenepoel, dus ja. We zullen het... Wanneer zullen we het weten? In augustus, zeker? Voilà. Remco zei gisteren ook, ritten 16, 17, 18 verkend van de Vuelta. Ja. Hij vond het jammer dat het bekend geraakt is. Maar goed, ja. Overal ziet er iemand hem wel rijden, zeker. Maar dat tekent dan toch wel dat hij nu al daarmee bezig is. Ja, natuurlijk moet je ermee bezig zijn. Hij heeft iets te verdedigen. Hè. Hij is de uitredende wereldkampioen en hij is titelverdediger. Hij kan niet meer naar een koers gaan zomaar van kijk, maakt niet uit. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom men zei van maar Remco kan niet naar de Tour, om te komen kijken. Ik vond van wel. Je kan altijd, als je dat voor jezelf uitmaakt, als je gaat luisteren naar alles en iedereen, dan kan je misschien alleen maar koersen en mag je alleen maar winnen. Mm-hmm. Want als je verliest, ben je verloren. Ja. Sorry. Je moet ook iets voor jezelf uitstippelen natuurlijk. Maar ja, het is... We gaan naar de Ronde van Spanje. Maar wel met een prachtig deelnemersveld. Hè? Ja, met een geweldig deelnemersveld. De ene al, natuurlijk. Pogacar na, is iedereen daar toch? Ja, tuurlijk. Ja. En natuurlijk, je kijkt, hey, stel dat Remco wint en Vingegaard verliest. Mm-hmm. Dan zal het zijn... Er is altijd een reden. Hè. Er is altijd een reden waarom iemand wint. Er is altijd een reden waarom iemand verloren heeft. En er is altijd een reden. En zo gaan we weer op naar volgend jaar. Ja. Dat is nu hetzelfde verhaal met Pogacar in de Tour. Juist. Hè? Ja, maar ja. En dat is ook zo. Hè. Mm-hmm. Ja, maar ja. Mm-hmm. Ah, wel, ja, kijk. Ja. We kijken uit naar deze Vuelta. En we gaan daar weer uitkijken naar volgend jaar. Hè. Allee, als de Tour er maar rap is. Hè. Want dan zullen we het weten. Hè. Alsof dat dan moet. Dan gaan we het weten. Ja, toch, hè? Ja. Ja, en een speciale Tour die start in Firenze, die eindigt in Nice. Het is helemaal speciaal. Straks is nog geen echte Tour ook. Ja, dat gaan ze dan zeggen. We zijn niet aangekomen in Parijs. Als wereldkampioen San Sebastian winnen... Daar is hij nu voor aan het rijden, want niemand heeft hem dat voorgedaan. Ook nog iets dat kan afgevinkt worden. Ah ja? Ja. Mooi, hè? En dan komt hij naast Marino Lejarreta. Drievoudig winnaar van de Classica. Maar Lejarreta heeft er 6 jaar over gedaan en Remco zal er 4 jaar over doen. Deze mannen worden ingelopen hier. Geen Benoot? Nee. Aramburu is de man van Movistar. Snelle man. Dat gaat hier vooruit. Ik vraag me af, met welk gevoel zit Vlasov hier nu? En met welk gevoel zit Pijl Bilbao hier nu, wetende wat er nog gaat komen? Hè? Als je nu weet, oké,
We rijden naar de streep en ja, oké, we kunnen sprinten. Nou, dan denk je misschien toch nog wel een kans te hebben. Hè? Bilbao al zeker. Als ze naar de streep komen, denk ik, met dat drietal, wint Bilbao. Mm-hmm. Maar kom je naar de streep? Hè? Er ligt nog wel iets, hè? Voilà. Daar komt Benoot. Kijk eens, Van Hooijdonk. Die gaat het gaatje toerijden. Op basis van zijn conditie in de Tour. En volgende week zondag is dat niet weg. Het gaat nog beter zijn. Tegendeel. Het gaat nog beter zijn. Ja. Er is in de jongste 10 jaar 1 wereldkampioen geweest die meer gewonnen heeft dan Evenepoel. Weet je wie? De jongste 10 jaar. Sagan? Ja. 11 keer en 14 keer. En ook 9. Maar als Remco vandaag wint, komt hij ook aan 9. Dus eigenlijk is Sagan de enige. En de Sagan heeft 2 maanden meer tijd. En hij is langer. Ah, ja, langer. Jammer, ja. Veel meer tijd gehad. Voilà. Ja, dat is waar. Nu was Sagan ook niet de eerste de beste. Hè? Dat is juist. We mogen blij zijn dat we een periode Sagan gehad hebben in de wielrennerij. Dat hij kleur aan de wielrennerij gegeven heeft. En deze 23-jarige uit Schepdaal is daarmee bezig. En die klok die tikt dus alsmaar. We gaan naar die 1,58 van vorig jaar al. Hè? Ja, jammer. Toen met een solo. Wedstrijdradio zei er net al de 1,50. Dus, voilà. Ja, je zit hier rond te kijken. Maar ja, wie gaat er komen? Ja, en je kunt ook niet meer zeggen, je rijdt nog voor een podiumplaats, want er zijn er 3 weg, hè. Dus het is... Het is niks. Landa, ja, wat doe je? Benoot. Ja, Ayuso, proberen maar. Ja, dan heb je wel heel lang gewacht, hè. Mm-hmm. Hier is Wilfried Peters. Het zal toch warm genoeg zijn nog, blijkbaar. Ik denk dat hij wel een klein beetje op reserve is. Zo. Ik wil de jou net vragen, heb je nu het gevoel dat hij hier met overschot zit erin? Ja, ja, maar het is een beetje op reserve, alle 3. Hier zien we de sporen van de val op de broek. Ja. Daarom een klein beetje. Maar dat vooral hier een beetje op reserve is, achteraan vol. Ja. Hey, Van Hooijdonk, volle bak, hier op die vlakkere strook. Maar hun natuurlijk, alle 3 toch weten dat ze 1:50 ongeveer voor hebben. Een klein beetje met een handrem op van... Ja, ik wil er toch niet onmiddellijk afgereden worden. Of ik ga proberen volgen. Ja, ja, wij gaan er nu vanuit. Hè, want we zijn heel trots. En we denken van, hij gaat ze er strak afrijden. En dat zal in principe zo zijn. Okay. Maar dan zou ze nu eens niet moeten afkrijgen. Ja, tuurlijk, ja. Rekening mee houden. We denken, het ziet er super uit. Ja. En daar gaan we vanuit, hè. Hier ligt toch nog iets tussen. Hè? Die Usurbil is zo... Dat kleine stukje, ja. Daar is een sprintje. Daar is een puntensysteem aan verbonden. Ja. Voor wie het ook mogen willen winnen.
De groep van Hooijdonk is dan nu kilometers maken ook. Toch nog spanning op de benen. Goed. Ja, het is natuurlijk. Ja, vooral he, omdat je, met, je zit met een ander verhaal. He. Probleem hier met een of andere jury. Wat is hier het probleem? Gebeurt er? Van hieruit onmogelijk. Ja? Vast te stellen, in ieder geval. Ik wil er jullie ondertussen graag op attenderen dat wij straks afsluiten met deze Classica San Sebastian en heel snel plaats gaan maken voor Ruben en Inne. Want onmiddellijk hierop volgend na deze klassieker gaan we overschakelen naar een, denken wij toch, hopen wij toch, superspannende rit. Voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Via de Aspin naar de Tourmalet. Ja, de rit die het er eigenlijk om zou moeten gaan. Hè. Laat ons hopen. Ik denk een van de meest belangrijke ritten die er ooit al gereden zijn in de wielrennerij. Dit is uniek, denk ik. Du jamais vu. Hè. Nee, nee. Ik zie het niet voor me. Wie, nee. Nee. Ik heb wel gelezen dat Vollering er 4 keer is opgereden. Drie keer is opgereden. Dat haar vriend haar telefoon, zijn telefoon had laten. Dat is niet slecht, hè. Dat is toch een mooi verhaal. Hè? Voor ja, ja, ja. Dat niet mag gelezen. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn vrouw is ook al dikwijls haar gsm vergeten, maar ze kan er toch meestal zelf om. Ja. Dus Demi Vollering rijdt met haar vriend naar boven, naar de Tourmalet als verkenning. Ze komen terug naar beneden en dan stellen ze vast van, ai, meneer heeft zijn telefoon laten liggen. Dan gaan we die maar halen. Ja. Hè? Hij en zij weer naar boven. Zij rijdt hem eraf. Ja. Pakt de telefoon, komt naar beneden. Komt daar een man tegen hem. En hij zegt, ja, maar hou. Ik wil ook nog naar boven. Ik ga nog eens naar boven. En daar rijdt ze nog eens mee. Ja. Dus ja. Qua voorbereiding kan dat dus wel tellen. Dus maar, geen excuus van... Nee. Ik kende het parcours niet. Dat is waar. Als het 3 keer langs La Mongie geweest is, want het is deze oprijder. Hè? Ja, maar ja, het zou wel zijn. Het zou niet slim zijn om de andere kant op te rijden als verkenning. In voorbereiding. In voorbereiding. Sorry, Karel. Ja, ja. Goed. Ja, zal je bent zijn. Wakker. Je bent wakker. Nee, nee. Maar als je zegt dat Pello Bilbao zich niet laat doen, dan denk ik Annemiek van Vleuten ook niet. Hè? Nee. Ja, formidabele mevrouw. Ja, dus, op die leeftijd, die vechtlust... Ja. Ja, we kijken er naar uit. Absoluut. Dus blijven zitten. Het is toch slecht weer. Naar de voorlaatste rit in de Tour voor vrouwen. Onmiddellijk hierop volgend. Het is er geen goed weer, hoor ik zeggen, op de Tourmalet. Er was blijkbaar storm in de afdaling van de Aspin. Wel, kijk ze. Jo van Café, welkom. Ja? Weer een berichtje van... Staat hij in de regen? Het zal in de wolken te doen zijn. En al maar goed dat die rit dan kan doorgaan, want stel je voor... Ja, nee, dat zou helemaal een ramp zijn. Dat zou natuurlijk. Ja. Nee? Nee, geen probleem. Hoezo? Kopecky wint. Kopecky wint aan de Tour, ja. Oké. Okay. Ja. Elk nadeel... Heb zijn voordeel. Voilà. En dan wordt het misschien de dag van de wereldkampioenen vandaag. Twee minuten 12. Alsof het zomaar bijeen kan gereden worden. Maar dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat ze bij de achtervolgers nu ook wel beseffen dat het podium weg is. En dat deze drie gaan rijden voor de eerste 3 plaatsen.
Ja, niet aan twijfelen. Hè. Niet aan twijfelen. Ja, als er niks aan te doen is, is er ook niks aan te doen. Hè. Ze zijn weggereden, niet bij een valpartij. Ze zijn niet weggereden door een of andere omstandigheid. Ze zijn gewoon weggereden op een klim die erin zat. Door het parcours. Ja. De sterkste blijven ook. Absoluut. Dus Air Lights, die klim kent iedereen. Ja. Ja, en als er daar dan iemand wegrijdt, ja, dan, met de wereldkampioen daarbij, met de mannen die daar nu vooraan zitten, de kopmannen, de betere, allemaal mannen die met een dikke streep doorstreept zijn in de zin van... Absoluut. Dat zijn ze. Ja, ja. Ja, dan deze met twee strepen zelfs, of met eens kijken, vijf. Vijf, zeker, hè. Ja. So Remco, situation, we have 10 k's for the 12 k's to the bottom of the climb. 145 to the first breakaway. 145 to the big bunch. Jumbo away, control. One right in between Betio. You know what to do, you know the climb very well. And your two strong riders, Vlasov and Lambert. And Bilbao, eh? Voilà, Wilfried Peters met aanwijzingen, opbappingen. Maar wel al 30 seconden geleden. Hè? Absoluut. Want 1,45 is nu al 2,24. Ja, en 12 kilometer voor de klim klopt ook al niet meer. Nee. Want dan zijn we ondertussen boven. Dan is hij al volop aan het afdalen. Dus dat klopt niet. You know what to do. Jan Izagirre, ritmenaar in de Tour. Ja, Zet Koffie is daar toch weer op de kaart in de Tour. Hè. 15 jaar geleden en dan winnen die toch twee ritten. Zeker? Ja, twee. Fenomenaal, ja, straf, absoluut. Straf, ja. Straf. Oude taaien. Mm-hmm. En voor wie er mocht aan twijfelen, de vrouwen staan klaar aan de start in Lannemezan. Als ik me niet vergis, is dat de geboorteplaats van Laurent Jalabert. En zo dadelijk gaat die rit vertrekken voor 89 kilometer richting de top van de Tourmalet. Met Kopecky nog altijd in het geel. Waarom zou die haar gele trui... Is het al lastig? Ja, ik weet niet. Vraag is alleen hoe wordt er gekoerst? Hoe agressief beginnen ze eraan? Ja. Wanneer beginnen ze? Ja. Ik denk van vleuten op tijd. Maar als het wachten aan elkaar is, en we moeten eerlijk zijn, ik heb deze week toch veel zien wachten en kijken aan elkaar. Sorry. Juist. Word daar soms een beetje nerveus van. Ik mag dat niet zeggen, want dan ben ik zeker gezegd tegen het vrouwenwielrennen. Maar ik ben helemaal niet tegen het vrouwenwielrennen. Maar er wordt anders gereden dan bij mannen. Anders gereden dan bij mannen. Iets afwachtender. Ja. Dus, stel je voor dat dat voorvalt. En dan nog een tijdritje morgen. De top van de Mourgil-Tontorra op 8 kilometer van de streep. Het duurt 2 kilometer. Dat is dus beginnen op 10 kilometer. Dan zijn we op een kilometer of 5 van de voet. En die voorsprong, ja, daar moeten we nu niet meer mee bezig zijn. Deze renners hebben zich... Ja, kilometer 11 beginnen we eraan. We beginnen het al met een klein knikje. Klein knikje, dan nog even een stukje bergaf. En dan begint het hele verhaal. Nog eens de kop nemen. Het is net of we naar die koers van vorig jaar zitten te kijken. Hè. Maar dan zonder wereldrui natuurlijk. En zonder tegenstanders. Ja, dat is waar. Toen was er nog. Was er geen volk bij. Nu wel. Nu wel. Het maakt het iets spannender. Ja, Ayuso.
Ook gevallen. Draagt de sporen van een val. Ja. Een paar dagen geleden. Nu binnen de positie. En die Proeba, die dinsdag werd gereden in het Baskenland. In de regen, op kop, naar de laatste kilometer. En dan gevallen. Nog derde geworden. In een koers die werd gewonnen door Mark Hirschi. We zijn in blijde verwachting op wat komen gaat. Oh, ja. Normaal moeten we dat al aanvinken. Hè. Normaal moeten we... Ga je het aanvinken? Alain Frank van den Broeke, waar rijdt hij weg? Nee. Laat ons maar ja, we gaan normaal genieten. Ja, niet te veel bluffen. Niet te veel bluffen. Wij zijn Vlamingen, wij mogen dat eigenlijk van nature uit niet doen. Hé? Dat is niet aan ons besteed, zo gezegd. Daarvoor moeten we een beetje verder zijn. Maar we geloven er wel in. Hè? Of. En of. Stel je voor dat we zeggen we geloven dat niet. Dan krijgen we Schepdal over ons heen. Dat is waar. Het groene Baskenland, omdat het er vaak regent. Het heeft niet geregend tijdens de Tour. Dat hebben we toch geluk. Maar het was een mooie streek om te beginnen. Ja. Absoluut waar. Vooral ook omdat je een dankbaar publiek hebt. En dat is altijd fijn koersen. Relatief goede wegen in het Baskenland. Ja, viel inderdaad mee. Wat doe jij als je Remco Evenepoel bent nu? Begin je als derde aan die klim? Oh, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Okay. Nee, er staat geen volk. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Nee, beneden staat geen volk. Beneden staat geen volk? Nee. Alles staat in die laatste 2 kilometer. Dat is duur maar 2 kilometer. Ja, ik bedoel, die laatste, eens kijken. Anderhalve. Oké. Okay. Want ervoor loopt het, begint het zo al een beetje er allemaal aan op te lopen. Zo. Kijk, hier. Dus vanaf dat paarse. Daar moet het gebeuren. Daar staan ze samen allemaal. Ja. En rood is toch een serieuze uitloper nog. Hè? Groen dan om te finishen. Om daar huis te rijden. Ja. Bardet wint het bergklassement, Jozef. Ja. En Vlasov wint het puntenklassement. Dus we mogen alle twee naar het podium. Alle twee op het podium. We tellen af. We zijn eraan begonnen. Of het is te zeggen, we zijn aan de voet. Aan de aanloop daar naartoe. Ja. Hier begint het zo al een klein beetje op af te lopen. Straks gaan we nog eens links opdraaien. Alles ledigen dat je niet nodig hebt. Alle prullen overboord. En geen links opdraaien. En het spel is begonnen. Hier hebben ze zich bij de feiten neergelegd. En Soudal Quickstep als ploeg weer een goede prestatie geleverd. Team Jumbo-Visma op de afspraak. En UEA in het verliezende kamp? Mag ja, met, zijn, met 4, 5 mannen. Ja. Zitten ze daar? Maar dat telt natuurlijk niet. Nee. Ze zitten daar met Hirschi, met Ayuso, met Bennett. Ja. Ik zou toch vooraan willen zien wanneer Remco wegrijdt. Ah, oké. En dan gezien wat er boven staat? Ja. Het zal meer zijn dan 1 minuut. Ja, nee. Op de vierde dan. Hè. Ja.
We gaan naar de laatste hindernis van de dag. In totaal waren er 7 beklimmingen vandaag in deze editie van de Classica San Sebastian. En dus de Morgil Tontora is de laatste. En we zijn er op een kleine kilometer van de voet. Ja, het wel een verhaal is natuurlijk, iedereen heeft hier overgereden. Hè. Zelfs al heb je hier nog niet gekoerst. Je slaapt hier in de buurt, ergens in de buurt van San Sebastian. Je bent hier al van de dag ervoor, ja, dan ga je zeker, dit verkennen. Ja, verkennen, hè, natuurlijk. Ja, vooral ook die afdaling die er zit aan te komen na deze beklimming. Toch wel een pittige afdaling, brede weg. Ja. Maar er zijn er niet zo lang. Paar, nee, we zijn er wel al een paar gevallen. Daar helemaal beneden links, links opdraaien, dus ja. Ja, en dan is het nog altijd, je bent op weg naar de overwinning om aandachtig te blijven. Wakker te zijn, inderdaad. Geen risico's te nemen. Dat zie je wel eens in de achtergrond, dat er mannen zijn die wat risico's nemen. Het was ook op deze beklimming dat Greg Van Avermaet daar in de problemen kwam met de motoren. Adam Yates. Mogen we niet over spreken natuurlijk met de motoren, maar het was wel zo. Ik had ja, ja. Aandacht voor Evenepoel? Ja. Nee, dat is zeker waar. Ja, en nooit een excuus gekomen van de organisatie. Nee. In 2015 had Greg Van Avermaet absoluut de Classica kunnen winnen. Philippe Gilbert toen tweede, Valverde derde. En nu? Je zit hier goed achteraan, hè? Hij rijdt klein genoeg ook, vind ik. Iets kleiner dan Vlasov. Toch vanuit de rug van de andere? Goh, ja. Natuurlijk, met 3 minuten voorsprong gaan die mannen ook wel een klein beetje voorzichtig zijn. Hè. En weten die met welke kerel ze daar op stap zijn. Mm-hmm. Maar er is geen ontkomen aan. De beste, wie de beste is van deze drie, rijdt straks weg. Van Hooijdonk nog maar eens een bewijs leveren dat hem absoluut klaar is voor dat WK. Dit moet zeer geruststellend zijn voor de bondscoach, voor Sven van Toornhout. Benoot daar ook in dat pak. Ja, en hier. Hoe gerust ben je dan als bondscoach als je dit ziet? Mietje kijken en rijden. En dan straks kijken hoeveel nog een beetje sneller. Mm-hmm. Nu moeten ze toch ver gaan plooien. Ik bedoel nu nog niet, maar straks op zijn metertje kijken, zo, ja. Zoals hem dat in Luik-Bastenaken-Luik deed. Mm-hmm. Hoeveel heb ik nog over? En ga nog iets vragen voor over te nemen. Hij wil niet. Hij wil niet, maar ze willen ook niet. Nee. Ze blijven zitten. Wat dan normaal is, hè. Gaan we met 3 naar de streep? Nee. Zijn nu in één keer te twijfelen? Met alles? Nee, ik hou met alles rekening. Tuurlijk. Dat hebben we er net al gezegd, hè. We zijn nu wel bezig van ja. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, hè. Maar kijk, zie je hem? We gaan naar het vlakkere strookje. Ja. En dan? Naar het blauwe. En dan gaan we naar het rode. En als je paars begint uit te slaan... De strook van de waarheid. Die zou ik nu te veel mee naar kijken voorlopig. Ik zou zeggen, mogen we vooraan kijken? Oké. Ça passe ou ça casse. Ja. Een tempo al eens is kijken, iets te hoog voor Bilbao. Al eens kijken. Wie hangt er hier nog aan?
Bilbao moet een gaatje laten. Ja. En Vlasov zit te bijten. Even recht op de pedalen. Nu wij ook recht op de pedalen. En tempo maken nu. En een halve meter nemen. Of toch proberen. Kan hij nog? Dat is nog 800 meter. Dat is staan. Lang, hè? Ja. Dat is lang, hè? Blijven staan. Bilbao buigt, maar breekt niet. Vlasov heeft het moeilijk. Houdt zijn tempo. Vlasov heeft het lastig. Even naar beneden kijken. En nu. Bilbao die er even naast komt. Ja, ja. Dit is een thuis, hè. Dat is bluffen. Dat is wel goed zijn. Dat is versnellen. Dat is Vlasov in de problemen brengen. Vlasov staat op kraken. En Remco versnelt nu. En nu Bilbao ook. En nu weg. Nog 500 meter. Komen nog een paar plaatsen. Is dat voldoende om voldoende voorsprong te nemen? Want je moet wel een beetje voorsprong hebben natuurlijk. Hè? Bilbao is een relatief goede daler. Er zal nog wel wat in zitten, denk ik. Er zal nog wel wat in zitten. Ze zijn nog met twee. Schudt Remco Evenepoel ook nog Bilbao af. Kan hij als leider die afdaling ingaan? Het is voor Bilbao inderdaad nu buigen of barsten. Buigen of barsten. Is dit het moment? Nog 200 meter. Het is een taaien, hè? De hele steile bocht. Maar Bilbao schuift mee. Het is een tie. Nog één. Nog één man hangt in het wiel van Remco Evenepoel. Zit er nog een versnelling bovenop de top natuurlijk. Dat kan ook nog zijn dat er nog een extra tempo in zit. Maar ik denk het niet. Bilbao gaat meerijden. Wil weg. Wil met Remco naar de streep natuurlijk. Denkt van te kunnen winnen. Niemand zegt dat dat zo is. Maar heeft wel vertrouwen. Het wordt een sprint. Adieu. Altijd link. Seconden meldt de wedstrijdradio op Vlasov. Op Vlasov. Dan moeten ze wel blijven doorrijden. Ja, maar Bilbao onmiddellijk meerijden natuurlijk. Hè. Vlasov ziet hen natuurlijk ook rijden. En als we even vooruitkijken, een sprint met twee is in de laatste 11 edities maar 1 keer gebeurd. Dus dat gebeurt niet zo vaak dat San Sebastian in een sprint met twee wordt beslist. Dan een sprint met drie, hè. Acht keer een solo, de laatste 11 edities, waarvan Remco er dus 2 voor zijn rekening nam. En heeft deze man die andere 2 al in het vizier op 7 kilometer van de streep. Ja, natuurlijk ook niet te veel risico's gaan nemen natuurlijk. Dat WK zit eraan te komen, die Ronde van Spanje komt eraan. Je kan niet, mag je natuurlijk nooit doen, maar niet te gek.
De Bask Bilbao neemt Remco Evenepoel mee op sleeptouw richting de streep. En zou wel eens de overwinning van zijn carrière kunnen boeken. 18 seconden wordt nu gemeld. Uh-huh. Wedstrijd radio. Maar in een sprint met twee... Ja, Remco is nu ook niet traag de laatste tijd. Traag. Sprint redelijk goed. Is niet traag. Dus, je kunt het moeilijk vergelijken met het BK, maar een sprint met twee, vol vertrouwen op kop. Ja, en pas op, Bilbao komt uit de Tour. Hè. Uh-huh. Dat is toch die taaiheid, dat wil je echt niet weten. Dat heeft hij nu al bewezen. Dat is ook een van de redenen waarom hij er nu nog aan hangt. Hè. Voilà. Die komt niet vers uit de ijskast, zal ik maar zeggen. Dus die komt echt... dat is... 20 seconden nu. Dus Vlasov gaat niet meer terugkomen. En Remco gaat redelijk door, vind ik. Je hebt daar helemaal beneden heb je nog een linkse. Dat is nog een redelijke lengte. Linken. Zo waar de huizen eigenlijk iets meer beginnen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar Jezus ook eens een schuiver zien maken hebben. Maar het ligt droog en dat geeft toch al een beetje meer vertrouwen. Maar het zijn inderdaad bochten waar je toch een beetje voorzichtigheid mag inbouwen. Ja, toch contact hadden met het zadel, dacht ik, ja. Stel je voor dat je dan op deze manier nog... Als dat gebeurt, een Bask in het Baskenland. Nee, dat is waar. Kom eens. Ik zou zorgen dat die auto weg is. Ja, ook al. Ik zou echt zorgen dat die wagen weg is. Er zit 10 jaar leeftijdsverschil tussen beiden. De 23-jarige Remco Evenepoel en de 33-jarige Pello Bilbao. Ja, die een heel emotioneel interview gegeven heeft na zijn winst. Hè. Voor Gino Meder en voor alles en nog wat. Dus, absoluut. Ja. Dat was ook het geval voor Mohoric. Ja, wel, hier is... Dit is... Hier komen ze, hier komen ze al eigenlijk al op de grote baan. Ginds een beetje verder links hebben de boulevard al. Daar hebben ze daarnet gereden. In de andere richting natuurlijk. Ja. Nu heb je hier beneden links en dan een beetje verder rechts. En dan rij je richting aankomstlijn. En nu is er in principe niks meer dat er nog kan toe leiden om van elkaar nog weg te komen. Hè. Gaat Remco Evenepoel voor de full option 3 keer starten in San Sebastian, 3 keer winnen? Ja, zoals ik net al zei, Bilbao is degene die er het langste bij blijft. Hè. Dat is echt een taaie, dat wil je echt niet weten. Hè. Is er ook niet echt afgereden op die Nee, altijd. Dat lijkt altijd zo. Die zit zo'n beetje houterig op die fiets. En dan heb je rap de neiging, maar die heeft de Tour in de benen. Ja, dat is een goed uit de Tour gekomen. Uiteraard kan ik me voorstellen, met de grote moraal zich hiertoe nog die week... Vol zelfvertrouwen. Voorbije week echt nog voorbereid, opgeladen. Nee, tegen veel renners die uit de Tour komen, zoiets van... Oh, ja, kom, het is voorbij, ik heb de Tour gereden, maar deze man... Bezig blijven. Ja, echt bezig blijven. Hè. Moet hij in het wiel kruipen of moet hij van kop af starten? Ik zal van achteruit beginnen. Ja. En versnelling goed aanpassen. Dat je klein gaatje slaat direct. Want het is een... Het is een diesel eigenlijk ook wel. Zo. Ja. Het is een diesel. Het is niet zo in... Ja, beide zijn klimmers natuurlijk. Ja, dan heb je nooit echt de sprinter. Maar Remco heeft nu wel veel meer zelfvertrouwen in zijn sprint gekregen dan in het verleden. Hè. En die 10 jaar verschil moet toch ergens zitten nog, qua explosiviteit? Ja, normaal gezien wel. Hè. Ja. Maar van Bilbao zou je dat niet zeggen. Mm-hmm. Je zou echt zeggen dat dat een strijkijzer is. Ja. Maar ik heb die nogal sprint zien winnen, dus het is echt wel... Maar nu niet meer uit het wiel komen, hè? Wel, normaal gezien niet.
Voilà. Nog één grote bocht zeker daar. Ja. En dan in het zicht van de vaste camera. Hij gaat er toch nog eens over. Ja, misschien wil hij wel op kop beginnen, ja, ik weet het. Ja. Mag hè? We gaan ons op het puntje van onze stoel zetten. Geen bonificaties. Hè. het is gewoon voor de eerste of tweede plaats. Hè. De eerste over de streep wint, José. Ja, ik weet het. En gaat zijn naam op het palmarès zetten. Komt Remco Evenepoel naast Marino Legarreta als drievoudig winnaar van de Clásica San Sebastián. We gaan het zo dadelijk weten. Er is nog één tegenstander. En dat is Pello Bilbao. En die rijdt nu op kop. Ja, en Remco Evenepoel zet zich prima aan dat wiel. Die gaat de gedon van boven pakken. Ja, dat is ook nog een manu van onder. Ja. Dat hij nog gaat overnemen. Hoe blij moet je dan zijn? Het mag stilvallen. Het gaat stilvallen. En het wordt een piste-duel. Laatste rechte lijn. Remco Evenepoel in het wiel van Pello Bilbao. Zo is winnen vanuit de sprint zou ook wel geweldig vanuit zijn. Vanuit de achtergrond komt Remco Evenepoel naast Pello Bilbao. Die kijkt nog eens naar rechts en die moet vaststellen dat hij zijn tanden stuk bijt op Remco Evenepoel. Die voor de derde keer San Sebastián wint. Oeh, fantastisch is dat. Proficiat, Remco. Nog maar eens. Oeh, schitterend. Is dat. Prachtige sprint. Is op een andere manier. Ja. Geweldig. Hij kan het ook op die manier. Paul is hier voor een derde plaats. Vlasov zeker nog ertussen? Ah, Vlasov, ja, sorry. Ja, hier de Vlasov. Ja. Niet vergeten. Dus het podium lag al een tijdje vast. Ha. Ja, ja. Gewoon doen. Van kop af, dat gaat vertrouwen geven. Ze. Ook voor hetgeen er komt. Voor het WK. Voor de Vuelta. Absoluut. Voor alles. Voor de rest van de carrière. Ja, en ook voor anderen. Hè? Allee, ik bedoel, in de zin van... Nee, dat is juist. Ze rijden me naar de streep van, ja, maar ja, die kan niet sprinten. Oei, pas op, die kan niet sprinten. Mm-hmm. Ja. We pakken drie sprinters mee naar het WK. eigenlijk wel. Prachtig gedaan vanuit de slipstream van Pello Bilbao, waar de Baskische televisie nog eventjes de ogen opricht. Maar dan moet vaststellen van hij gaat erover en hij wint. En kijk naar dat zegengebaar. Ja, dat denk je. Ah. Ja, maar ja, pas op. Je rijdt er hem niet af. Nee. Op de klim. Er zal een beetje twijfel toch zijn, hè? Dan is er toch iets, denk ik tenminste, in je hoofd zo van, ja, oei, doe me. Ben die niet kwijt? Nee. En dan dit? Goh. Op die manier kunnen afmaken. Voor het eerst wint iemand in de wereldkampioenentrui San Sebastián. Ook dat is iets om af te vinken. En dat is ook weer iets dat op de erelijst van Remco Evenepoel komt te staan. En we mogen niet zeggen chapeau, we moeten zeggen chapella. Chapella, ja, inderdaad. Het is zijn derde, José. Ja, eentje voor de mama, ja. Eentje voor de papa en eentje voor Umi. Ja, en moet hem zelf nog eentje hebben. Ook. En dan moet de volgende daar terugkomen. Terug, voilà. Nielsen Paulus voor Education First. Geen Ben Healy. Wel even ook nog Petiol gezien. Maar ze komen hier apart binnen, hè? Ja. Bijna. Ja, Rui Costa. Kind in de achtergrond. Voor de ereplaatsen met Benoot en Van Hooijdonk. Daar ook nog normaal gezien bij. Was hier alles verrassende winnaar, deze man? Ja. Nielsen Paulus was de winnaar in... 21, hè? Ja, 2 jaar geleden. Voor Mohoric zou ik altijd gedacht hebben, Mohoric gaat hier altijd die sprint winnen. Juist. En Mikkel Honoré was toen derde. Ja. Nog zo'n ritwinnaar van de Tour hier. Een Bask. En daar komt het groepje met Benoot. Aramburu, tweede van de sprint, denk ik, maar de man van Lidl Trek. Ja, dit is een grote opluchting en een grote glimlach.